Maar ik heb geen zin om het op te ruimen. Jee, heel saai weer. Alleen maar leren, leren, leren. Ik heb er op zich wel een positief gevoel over. Ja, daar moet ik ook nog een hoop voor doen, helaas. Oh yes, ik ben zo blij. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben echt super verkouden. Dat is echt niet normaal. Ik heb vannacht ook echt best wel kut geslapen. Maar ja, ik denk dat je het ook misschien wel kan horen aan mijn stem. Dat ik gewoon super erg verkouden ben. Maar goed, het is vandaag zaterdag. Zoals ik al zei. Ik zal even laten zien wat ik vandaag aan heb. Mijn outfit vandaag is dit witte truitje. En ik heb er gewoon een wit hemdje onder. En deze hele simpele skinny eigenlijk. En mijn Vans. En mijn haar is echt een beetje een rotzooi. Ik weet niet of je dat kan zien. Mijn bureau trouwens ook. Maar mijn haar is een rotzooi. Maar ik heb geen zin om het beter te doen. En ik vind het zo wel prima. Ik ga zo eventjes naar het winkelcentrum. Ik was gisteren dus ook al naar het winkelcentrum. Maar toen was ik nog wat dingen vergeten te halen. Ik wil ook nog 2 gebaksbordjes halen bij de HEMA. Want ze hebben nu van die voucheracties. Want je kan daar altijd punten sparen met je klantenkaart. En ja, dan kan je dus allemaal gratis producten krijgen nu. En ik vond die gebaksbordjes wel echt heel erg leuk. Dus ik heb er gisteren 2 gehaald. Maar blijkbaar kan je die voucher dus gewoon nog een keer gebruiken. En ik heb nog genoeg punten om hem nog een keer te gaan gebruiken. Dus ik dacht, ik ga er gewoon nog 2 halen. Als ze het nog hebben. Ik vind het wel handig voor als ik op mezelf ga. Dan heb ik dat in ieder geval allemaal al. Dus dat scheelt wel een hoop. Dus dat ga ik eventjes doen. En zodra ik thuis kom, ga ik weer leren. Dus ja, daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, het moet wel. Het is vandaag zondag. En mijn outfit vandaag is deze hele basic witte trui. Met deze, ja, ook wel basic jeans eigenlijk. En ik heb deze riem laatst gekocht bij de H&M. En ik vind hem wel cute eigenlijk. Alleen, ik denk dat ik er even een gaatje bij moet maken. Want hij zit alsnog een beetje los. Let niet op mijn mooie avocado sokken. Maar ik vond ze wel leuk. Dus ik dacht, ik doe die eens aan vandaag. Ik ben net al eventjes bezig geweest met leren voor mijn tentamen van aankomende dinsdag. En ja, het is best wel veel. Dus ik hoop dat ik het allemaal ga redden. Maar ik doe gewoon weer mijn best en meer dan dat kan ik niet doen. Ik ga nu wel eventjes langs de supermarkt om even wat dingen te halen. En ik ben echt heel blij dat ik vannacht stukken beter heb geslapen dan die nacht ervoor. Want zoals ik dus al gezegd heb, ben ik best wel verkouden. Mijn bureau is echt een troep eigenlijk. Maar ik heb geen zin om het op te ruimen. Zo, goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ik ga zo richting de unie. Ik heb vandaag een, ja, soort van college. Het zijn eigenlijk presentaties. En daarna ben ik weer klaar. En dan kan ik weer naar huis om te leren. Jee. Helemaal geen zin in. Maar ik heb morgen tentamen. Dus het zal wel moeten. Ik heb trouwens besloten dat ik deze week een soort van outfits of the week ga filmen. Het ding is wel dat ik dan dus niet elke dag mijn outfit ga laten zien, denk ik, in deze vlog. Want anders overlapt het best wel. Maar misschien laat ik af en toe alsnog wel mijn outfit zien. In ieder geval heb ik vandaag wel dit superleuke, lekkere, zachte, warme rokje aan. Want deze week wordt het best wel koud. Maar ik ga nu eventjes daarvoor iets filmen in ieder geval. Want dan moet ik zo meteen de deur uit. Zo, ik ben alweer een tijdje aan het leren. En ik heb hier mijn samenvatting op mijn iPad. En mijn boek. Ik ben eigenlijk al, ja, sinds dat ik thuis ben, voornamelijk alleen maar aan het leren. En ik heb er echt geen zin meer in. Maar ja, morgen is tentamen. Dat heb ik al gezegd, volgens mij meerdere keren. Dus ik moet wel. En ja, het is ook niet zo dat ik na dit tentamen dan niet meer hoef te leren. Want volgende week heb ik nog een tentamen van mijn andere vak. En daar ben ik eigenlijk nog niet mee begonnen met leren, zeg maar. Omdat ik eigenlijk nu voornamelijk bezig was met dit vak. Dus zodra ik dit heb afgerond, ga ik echt vol voor dat andere vak. Want daar moet ik wel echt een voldoende voor halen. Nou ja, voor deze ook trouwens. Maar voor die ook al helemaal. Want ik wil echt niet herkansen in de kerstvakantie. Ja, het is nu inmiddels 4:10. Dus ik ga de rest van deze dag eigenlijk nog wel even leren. Ik ga wel vanavond nog even Chateau Meiland kijken. Maar tot die tijd ga ik sowieso nog leren. En ja, heel saai weer. Alleen maar leren, leren, leren. Goedemorgen.
Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is nog vroeg in de ochtend, want ik ga nog eventjes leren voor mijn tentamen van vanmiddag. Mijn tentamen is om 2:30 en het is nu 7:30 ochtends, dus ik heb nog even de tijd om te leren. Die tijd heb ik ook nog wel nodig en dan hoop ik dat het goed gaat straks. Zo, ik ben weer thuis en naar mijn idee ging mijn tentamen wel goed, dus ik wacht me weer af wat mijn cijfer is, maar... Ja, ik heb er op zich wel een positief gevoel over voor de verandering. Het is eigenlijk best wel een tijdje geleden dat ik echt een, ja, best wel positief gevoel had over een tentamen. Dus ik hoop dat mijn gevoel ook klopt. Anders zou het heel jammer zijn. Het is inmiddels donderdag en ik heb gisteren volgens mij niks gevlogd. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb gisteren volgens mij niks gevlogd in ieder geval. Vandaag ben ik in principe vrij, maar ik moest wel een samenvattingsopdracht maken. En dat is eigenlijk een soort toets. Want ik krijg er een cijfer voor. Dus ik moest een samenvatting maken van een artikel. En in principe ben ik nu klaar. Ik moet hem alleen nog eventjes een keertje doorlezen. Of er geen spelfouten en grammaticafouten en zo in staan. En dan kan ik hem in principe gaan inleveren. Dus dan ben ik klaar. Maar ik ga nu eerst even lunchen, want ik heb trek gekregen inmiddels. Als ik hem dan heb ingeleverd, dan ga ik weer leren voor mijn tentamen van volgende week. Ja... Daar moet ik ook nog een hoop voor doen, helaas. Zo, het is vandaag vrijdag en ik kom net terug van college. Het is nu iets over 11:30. Zometeen krijg ik mijn cijfer van mijn tentamen terug. Ik kreeg er namelijk net een mailtje van dat vandaag de cijfers erop komen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik een goed cijfer heb. Zou wel fijn zijn. En ik ga zo even lunchen en dan ga ik weer de rest van de middag leren. En vanavond dansen. Ja, dat is een beetje hoe de rest van mijn dag eruit ziet. Niet heel boeiend dus. Maar ja, volgende week is nou eenmaal weer tentamen, dus dat is leren, leren, leren en nog eens leren. Oh yes, ik ben zo blij. Ik heb een 7,5. Ik haal nooit zo hoge cijfers. Oh, yes! Nice! Super happy. Zo, het is inmiddels avond en ik heb me omgekleed voor dansen. Dus daar ga ik zo naartoe en ja, dan ben ik... Rond 9:45 of zo thuis, dan ga ik douchen en naar bed. Dus hierbij ga ik deze vlog alvast afsluiten. Als je het leuk vond om te kijken, vergeet dan vooral niet om eventjes een duimpje omhoog te doen. En als je meer video's van mij wilt zien, vergeet dan vooral niet om hieronder eventjes te abonneren. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!